Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben vandaag bij Bassie's Halteclub met de enige echte Guus Palmer. En we gaan vandaag een dikke deadlift sessie houden hier zo. Zoals je kan zien, schijven, platen, genoeg. Guus, waar ben jij aan het trainen nu? Voor de King of the Deadlift in december. Voor de 400 kilo deadlift, dat is mijn doel. Dus je gaat voor de 400 en vandaag ga je voor? 340. 340 kilo. Dat gebeuren. Ah, appeltjeitje. Ik ga zo meteen voor 300 plus voor reps. Dan ben ik aan het trainen voor de Strongman Champions League finale. Dan moet ik een car deadlift doen, maar waarschijnlijk is de front handle. Dus dan hou ik het gewoon op een normale deadlift. Lekker zwaar en op herhalingen. Dit is mijn laatste deadlift sessie voor ik naar Bosnië vlieg. Dus het moet een goede worden. Vergeet niet te liken, te subscriben. Blijf vooral kijken. Dit wordt een dikke sessie. Ga je alles opdoen? Hoef ik niks te doen? Top. Schoenen bij je. Ja, ik dacht dat wel op sokken. Dan moet je er zo bij gaan lopen. Dus, ja, maar anders is het koud. Ah, voelt dit kut. Dikke win. Netjes. Mooi. Heup voelt een beetje stijf, maar zou misschien kunnen komen door twee uur lang in de kutauto te zitten. Kampeertas. Nou, jij dan? Je hebt wel een koffer mee gehad. Verschil met deze. Ze hebben wel een goede muziek opgezet nu. Ik ben wel hyped nu. Luister jij Bulgaarse volgens muziek? Of? Nee, dat Bosnische nummer. Ik had er op Instagram, had je zo'n Bosnisch nummer of zo met in mijn Volkswagen GTI met een brunet of zo. Hey, maar ben je van plan te gaan? Dan ga ik eerst wel even. Ja, ik ga nu. Ja? Ik moet even mijn riem omdoen. Ja, dan ga ik wel als eerst. Voor mij voelde dat slechter dan het eruit zag, maar ik heb niet in mijn broek gepoept. Dat is een win. Ziet er goed uit. Dat is wel lief. Nice. Lekker. Kan ik dat even zien? We gaan even naar de reclame nu. People love Pebbles' awesome fruity flavors and epic chocolatey taste. Well, it's time to sign up with Pebbles' biggest fan. Lekker. Come on, hebben. Hup. Goed zakken. Netjes. Lekker man. Tevreden? Nou, niet helemaal tevreden, maar we gooien het er gewoon op. Oh, bij mijn tenen. Soort van. Voelde beter dan 300, dat wel. Dan kreeg ik een beetje last van mijn heup. Ja, last. Gewoon stijf. Als je twee uur lang in de auto zit, eruit gaat, dan is het nooit mijn favoriet geweest. Maar best lekker. 320 voor 3. Niet mijn beste altijd. Dat was een vijfje toen. En die voelde ook wel makkelijker. Maar wel dik tevreden. Appetijtje. Kom, hard!
Door, 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 come on. Lekker. Lekker man. Nice. Race mee, 3x320 getrokken, dus best wel blij mee. Ik wist ook niet waar ik voor kwam, dus dat is goed. Dus dat is 3x320 al prima. Guus, harde 340. Gaat binnenkort in pak en dan wordt het allemaal wat makkelijker hopelijk. Dus 340 gewoon zonder suit is gewoon al wel badass. 350 dus. Van de grond zonder suit en is ja. Al gebakken. Daarom. Dus suit is easy. Er zijn allemaal dingen hier weer die ik moet maken, zie ik wel. Ja, dat kun je zelf ook maken natuurlijk. Ja, daarom. Alleen de kans dat die kabel snapt, ja. Is wel wat groter. We hebben wel schijf nodig. Yeah. 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 Lekker. Lekker? Dus gewoon lekker? Ja, dat is gewoon goed. Is gewoon ja, goed. Toch? Podium voor als je een incline PR wil zetten. En waar staat het dan, Guus? He? Want vandaar de incline. Zo'n bijzondere plek. Ja, op zich wel, hè. Ja, die mag je niet gebruiken, maar ik weet niet waarom hij daar staat. Is een beetje als, daar staat er nog een. Ah. Die is exact hetzelfde, maar een andere. Nee, die is exact hetzelfde. Weet je, als je met retirement gehad, als je je shirt ophangen, dan de incline bench coding is hier gestopt. Misschien is er een keer iemand op dood gegaan of zo. Dat... Ja, een soort van memorial. Kijk, ja. Ik even in. 4. 5, kom op. 6. 7. 8, nog 4, kom op. 1. 2. 3. 4. Mooi. Laatste waren mooie strikte reps. Hè? Dat was strongman, geen bodybuilders. Ja toch, fuck it. Ik hoef niet het podium op dus. Dat vind ik het allerergste aan internationale wedstrijden. Dus je hebt echt een toptijd, weet je wel. Ja. Alles wordt voor je gedaan en je bent echt een atleet en je wordt echt behandeld als een atleet. Ja. En dan vlieg je weer terug en dan is maandag weer met je polarm op werk, weet je wel. Maar dat vind ik altijd wel lastig of zo, mentaal. Ja, ik weet niet. Precies, ja, dat is van een hele grote up in één keer naar een grote down. Ja. Ja. Moet je maar, weet je, ik bedoel, kijk naar voetbal of zo. Ja. Op zondag heb je gevoetbald, weet je, in de Eredivisie, je hebt een topwedstrijd gehad. En maandag moet je weer naar je werk. Nee, maandag ga je gewoon weer verder trainen, want je volgende week weer een wedstrijd hebt. En je bij ons is terugkomen en zo van, ja, werken. En later pas weer denken over je topsport. Dus vind ik wel eens lastig. Het betekent voor niemand meer dan voor jou. Ja. Dus anderen, als er wat mislukt of het lukt. Ja, jij bent degene die daar zich het meeste druk om maakt, of het blijst van is. Ja, ja. Iedereen vindt het toch wel mooi wat je doet. Ja. En ze zeggen van, wow, 300 kilo gedeadlift. En jij zegt zo, ja, het was maar 300, weet je wel. Dat ging slecht. En, ja, precies. Weet je wel, ja. Maar toch lekker bezig, toch lekker getraind. Ja, maar toch gewoon lekker getraind. Ja, fuck dat, weet je wel. Ja. Dat doen we er niet voor. Ik kom mijn nest niet vooruit. Come on. 1.
Eén meer dan de best. True display of power. Eén meer dan de rest. History. Deel van de oefening. Wat ook? 10 out of 10. Ja, oké, dat was hem weer. We hebben vette training gehad bij Bassies Halteclub in Rezand. Anna Paloma. Anna Paloma. We hebben een vette training gehad van Anna Paloma. Uiteindelijk ik het drie. Ja joh, Den Helder. Vlakbij Den Helder. Vlakbij Texel. In het noorden. Pieterbuur. Oké, vette training gehad. Drietje 3:20 gedaan. Guus is bijna voor de 3:40 gegaan. Natuurlijk je voorbereiding voor 17 december. Want daar ga je voor. 400 deadlift. 400 deadlift in suit met eetstraps? Of... Gewone straps met een suit. En een hoop agressie. Dus dit was in ieder geval mijn laatste deadlift training voor de Strongman Championship finale. Zoals ik al zei, ik heb een car deadlift daarin. Ik verwacht dat die moeilijk zwaar wordt, dus ik denk dat ik die een beetje mee heb kunnen simuleren. Dus dankjewel voor het kijken, vergeet te liken en te subscriben. En tot de volgende keer. Bassies Halteclub, dankjewel. Yo. Hand schudden. Ja, laat maar los hoor. Okay. Hij laat niet los.